Ik zit hier bij de jongens van The Wounded, een gedeelte van de band. The Wounded heeft een zeer sterke reputatie als liveband en staat daarom ook terecht als afsluiter op Hondsrock. Jongens, stel je even voor, dan weten we wie jullie zijn. Hi, ik ben Alwin, drummer van The Wounded. Hoi, ik ben Andy, bassist van The Wounded. Ik ben Sander, ik speel gitaar. Om de eerste vraag maar te beginnen waar we al heel lang op zitten te wachten. Wanneer komt er een nieuw album van jullie uit? We hebben een aantal nummers klaar, een fix aantal nummers. We hebben ook demo-versies van de nummers gemaakt. Volgend jaar een nieuw album bij moet zijn. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Jullie spelen al een hele tijd. Ongeveer 10 jaar nou. Niet in de huidige bezetting, maar Marco de Sanger en ik, die hebben de band een beetje opgericht. Een platencontract gekregen en toen is het allemaal een beetje gaan rollen. Is er ook een bepaalde boodschap die jullie over willen dragen met de muziek? Want de teksten die jullie maken, die hebben vaak wel heel veel diepgang. Het is niet zozeer een boodschap uitdragen, maar het is wel voor onszelf een uitlaatklep om bepaalde dingen voor onszelf aan te dragen. Dat mensen er vooral zelf dingen uit moeten gaan halen en zelf proberen iets met de teksten te kunnen doen en met de muziek te kunnen doen. Ik denk dat dat ook een heel sterk element is. Dan heb ik nog wat stellingen. En die stellingen die slaan een beetje op welke kant je met de band op wilt gaan. Dus wat bij jullie band past. Commercie of anticommercie? We maken gewoon muziek wat we zelf leuk vinden. Probeer dat zo goed mogelijk over te brengen. Underground of het grote publiek? Het grote underground publiek. Dat is een... Plat of ABN? Plat. Plat. Wat vinden jullie van een initiatief zoals Hondsrock om nou hier in Noorden de metal rock scene eigenlijk een duwtje in de rug te geven? Dat vind ik echt super. We weten allemaal dat er in Drenthe niet zo heel veel dingen gaande is op dit moment. We zitten altijd in het westen, zuiden van het land, of in Duitsland of in België, maar nooit in Drenthe. En dan is het toch wel leuk dat er iets als dit opgezet wordt en ook. Zoals het nu gebeurt, het is super.